Victor Brand staat na negen maanden nog steeds voor een uitdaging in zijn herstel van een afscheurde Achillespees, die hij treffend omschrijft als een horrorblessure. De presentator van het programma met Frank Visser beleefde vorige zomer een schrikbarend moment toen hij begin juni zijn Achillespees scheurde. Deze blessure blijkt echter geen eenvoudige hobbel op zijn pad te zijn geweest. Het herstelproces is nog in volle gang, met tweemaal per week bezoeken aan de fysiotherapeut. Het verloop van de blessure wordt gedetailleerd uiteengezet in troskompas. Mijn achillespace was volledig afgescheurd tijdens een potje tennis in juni. Zeven weken in het gips resulteerde in het verlies van mijn kuitspier, die nu vanaf nul moest worden opgebouwd, legt Victor uit. De moeizame weg naar herstel wordt benadrukt door de voortdurende fysiotherapie sessies, waarbij hij nog niet op het niveau is dat hij graag zou willen zijn. Victor hoopt op volledig herstel, maar erkent dat de weg nog lang is. Ik kan nog lang niet alles en ben nog steeds twee keer per week in behandeling bij de fysiotherapeut. Het is werkelijk een nachtmerrie van een blessure, voegt hij eraan toe. Voor Victor, een zelfbenoemde controlefriek, was de afhankelijkheid en de beperkingen die zijn lichaam hem oplegde bijzonder confronterend. Tijdens deze zeven weken van herstel moest hij ook het verlies van zijn geliefde hond tapas verwerken, wat zijn donkerste periode accentueerde. Zeker voor iemand zonder kinderen, zoals ik, neemt zo'n dier een speciale plek in. Het is nu een half jaar geleden, maar het verdriet overvalt me soms nog steeds en erover praten blijft een uitdaging, deelt Victor openhartig. Het gemis van zijn trouwe metgezel heeft diepe sporen achtergelaten. In weerwil van deze moeilijke tijden blijft Victor vasthouden aan zijn droom om naar Spanje te emigreren, maar voor nu is hij nog steeds actief in de televisiewereld. Met ruim 25 jaar dienst bij SBS 6 en een gevarieerd portfolio van programma's, waarvan vele gelukkig meerdere seizoenen liepen, koestert Victor de stabiliteit die zijn huidige tv-werk hem biedt. Ik hoef gelukkig niet elk jaar op zoek naar een nieuw programma. Momenteel heb ik enkele projecten die goed bij me passen, en ik vind nog steeds dat dit het allerleukste vak is. Besluit hij op een positieve noot.